Bij verzorgingstehuis Boszicht hier in Nijmegen. En de brandweer is hier gealarmeerd vanochtend voor een brand in een appartement. En bij aankomst bleek het ook een brand te zijn op de 7e verdieping, waar inderdaad een kleine brand in een kamer was. Zover wij het nu kunnen inschatten, heeft op de slaapkamer de matras gebrand. Daar doen we nu momenteel ook nog onderzoek naar. En de bevindingen, dat moet nog even blijken. Op het moment van de brand was de bewoonster beneden in de recreatieruimte. Dus die heeft er eigenlijk helemaal niets van meegekregen en hoorde later dat er brand was op haar kamer. De brand is door het brandmeldsysteem bij de brandweer binnengekomen. En dus wij zijn via automatische brandmelding hier naartoe gekomen. De schade heeft zich beperkt tot één ruimte. Alles is goed verlopen. De mensen hebben gelijk alle deuren dicht gedaan hier van de BHV-organisatie. En dat heeft erger voorkomen.